Je hoeft de maximumsnelheid helemaal niet eens te overschrijden om een doodsklap te maken. Dag meneer. U hoort bij deze auto, neem ik aan. Misschien dat u even kunt rondvertellen, het gaat lang duren, dus u kunt het best even keren en terugrijden over Noord-Beveland. Oké. Ja? En dat is precies wat hier gebeurd is. Hier heeft een bestuurder tijdens een inhaalmanoeuvre een doodsklap meegemaakt. Letterlijk. Hij is ter plaatse overleden en zit dood in zijn auto met een wit laken over zich heen. De hulpverleners richten zich in eerste instantie op de zwaargewonde overlevenden van de aanrijding. Luguber, maar wel begrijpelijk. De hulpverleners zijn met man en macht in de weer om de overlevende uit zijn totaal vernielde auto te bevrijden. De heli is geland en de arts van het mobiel medisch team heeft de laatste honderden meters rennend afgelegd. Voor de bestuurder uit de donkerblauwe auto kan niets meer gedaan worden, maar de andere bestuurder is inmiddels bevrijd uit zijn wrak en de traumaspecialisten kunnen hem ter plaatse stabiliseren, zodat zijn overlevingskansen het grootst zijn. Onder toeziend oog van het toegestroomde publiek doen de hulpverleners zo efficiënt mogelijk hun werk. Maar urenlang blijft de weg nog afgesloten voor alle verkeer.